Je doet vandaag hier achternaam eer aan, Bloemen. Ja. Ja, vertel eens over jouw wedstrijd, want je maakt er wel een mooi spektakel van. Ja, nou, als het op een sprintje aankomt, ja, dan ben ik eigenlijk gewoon gezien met dit peloton. Dus ja, dan zoek ik maar de aanval en dat lukte de eerste keer. Pakte een ronde. Ja. En toen daarna probeerde ik het nog een keer en het lukte weer. En toen kreeg ik gelukkig Vera, die sprong naar mij toe, want alleen had ik het denk ik niet gered, want het was nog best ver. En we bleven eigenlijk met z'n tweeën rijden. En, ja. Ja, want je was uiteindelijk dus derde. Ja. Had er meer in gezeten? Nou, ik denk het niet. Nee. Ik ben eigenlijk wel blij met de derde plek. Kan ik me heel goed voorstellen. Want hoe vaak ben je al vierde geweest dan? 8 keer op een NK. Oké, dan is zo'n derde plaats toch wel echt heel fijn lijkt. Ja, dat wel. Ja. Kan jij eens vertellen hoe zoiets voelt qua wedstrijd? Want jij rijdt op een gegeven moment, rij je inderdaad weg, dan pak je in de ronde. Dan zit je volgens mij behoorlijk op de apengabel, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Hoe voelt het dan om nog een keer te moeten op een gegeven moment? Ja, eigenlijk je lichaam die zegt van nee en je hoofd zegt van ja. En ja, je moet wel gewoon, mm-hmm. Het zijn 100 rondjes en je kan, als je heel even wacht, dan kan het zomaar zijn dat er een groepje wegrijdt en dan ben je gewoon gezien. Dus. Ja, dan leek het ook even op met het groepje met de meiden van Argos. Ja. Dus, want heb jij even nog de illusie gehad dat je ook nog eerste kon worden? Nou, ik heb het niet doorgehad, maar later na de wedstrijd hoorde ik wel als er één renster uit de eerste groep weg was gevallen, dan had ik kampioen geweest. Ja. Dat is dan wel weer jammer, maar uiteindelijk denk ik dat je heel tevreden bent. Ja, ik ben heel tevreden met een derde plekje. Wat ga je nog meer doen de komende week? Ik rij morgen de achtervolging en dan maandag de scratch en de koppenkoers.